Nederland. Vanuit de ruimte de vlakke delta van Rijn en Maas. Van dichtbij een land waarin om elke vierkante meter wordt gestreden. Als mens namen we bezit van de vruchtbare gronden en we werden kampioen landbouw. Nu is de tegenbeweging ingezet. We realiseren ons de onschatbare waarde van natuurlandschappen en natuurlijke diversiteit. De tijd is gekomen om land terug te geven aan de natuur. Om daarmee onszelf en generaties na ons te verzekeren van een levend landschap. Een landschap met de geuren, geluiden en kleuren die verwonderen. Die ons laten zien wat we in ons DNA zijn. Onderdeel van het leven op ons eigen, kleine, kostbare stukje aarde. ARC Rewilding Nederland zet zich in voor meer en wildere natuur. We geven ruimte en tijd aan de natuurlijke processen die ecosystemen weer op gang helpen. Dat doen we door te kijken naar de eigenheid van een gebied en te onderzoeken welke natuurlijke processen daarbij horen. Water dat in- en uitstroomt, planten die groeien en een bodem die leeft. We laten dieren grazen wat groeit en sturen daarmee de ontwikkeling naar meer diversiteit. We doen dat in 7 voorbeeldgebieden. We herstellen oesterriffen op de Noordzee. We rewilden de leembossen in het Brabantse Groene Woud en brengen wildere natuur terug op de Veluwe. En in Zuid-Limburg laten we zien hoe inwoners van Beekdalen de natuur als bondgenoot nodig hebben om de gevolgen van klimaatverandering te beperken. ARC Rewilding Nederland laat zien dat meer en wildere natuur kan. Zelfs in een klein land waar ruimte kostbaar is. Verwildering, verwondering, verwachting. ARC Rewilding Nederland.